Ja, snap het iedereen. Ricky Rizol is hier met niemand minder dan Stefan Krook. Maar je denkt, wat doet deze Indo hier op het water? Ik vraag me af, wat doet deze Indo hier op het water? Stefan Krook, jij bent de eigenaar van Flyboard Team. Wereldberoemd, over heel de wereld gaat hij langs met zijn flyboarden. Wat is flyboarden ook alweer? Dat is vliegen boven het water. Vliegen boven het water. Nou, als u dacht dat dat niet kon, dat kan. Nu gaan jullie iets speciaals doen met jullie flyboarden. Was jij dat of jouw zoon Bo? Wie van de twee? Nou, met nog een zoon. Twee zoons? Twee zoons. Gaan we het kanaal oversteken tussen Engeland en Frankrijk. Op de flyboard. En dat duurt waarschijnlijk een week of twee, drie. Nou, we hopen 4-5 uur. 4-5 uur gaan jullie de overkant. En nou is er wel iets bijzonders waarom jullie dat doen, maar dat is niet zomaar gewoon om voor de meiden. Eigenlijk wel voor de meiden. Ja. Want wat is precies het verhaal? Nou, mijn vrouw, moeder van de twee zonen, ja. Die is een beetje ziek. En wij hebben hulp nodig in het buitenland. En dat wordt niet vergoed door de verzekering, dus wij willen niet stilzitten en niks doen. Dus we gaan, waar we goed in zijn is flyboarden. Dan gaan we daar iets mee doen. Dat is proberen geld in te zamelen. En dat doen we speciaal voor jouw vrouw? Ja. Dus hoor allemaal, deze Indo gaat met zijn zoon Indo's over het water 35 kilometer van... Dover naar Calais. Van Dover naar Calais. En dat doen jullie allemaal voor jouw vrouw. Ja. Om geld in te zamelen. Dus als jullie dit zien, stort dan nu. Waar kunnen ze op storten? Hieronder in beeld. Hieronder in beeld. Waarschijnlijk moet ik dat nog even postproductie nog even erin zetten. Daar kunnen jullie allemaal op sponsoren. En dan kunnen jullie storten. En dat komt allemaal ten goede voor de behandeling van jouw vrouw Petra. Klopt, yes, hè? Klopt. Weet je, en dan denk je van, nou, dat is toch niet zo moeilijk... En zo. En dat klopt, het is heel makkelijk, het is helemaal niet zo eng op zo'n flyboard, je vliegt er zo overheen. Ik weet zeker, als ik dat zou doen, dan had ik het waarschijnlijk in anderhalf uur gedaan of zo. Maar jullie doen er 4-5 uur over, ja, toch? Ja, ja. Ja, dus dat moet lukken, toch? Kom maar proberen. Hm? Kom maar proberen. Wie? Jij. Wanneer? Op de flyboard, nu. Als in nu, op dit moment? Nu. Sindirian alleen? Ja, zeker. Mag ook met een beetje hulp. Van wie? Van een mooie meisje. Dan doen we gewoon nog een keertje met een beetje hulp. Is goed. Geen probleem, ik vind niet eng. Hart van steen deze fan, keihard. Wauw, geweldig. Gaan we doen. Oké, allemaal boeken en allemaal storten ook, hè, op deze. Dat is belangrijk, hè. Oké, Sampa Jumpalagi, ik ga jullie even laten zien hoe het moet. Nou, daar gaan we. Moet ik mijn ogen open houden? Maak je niet druk, dit is enger dan dat het lijkt. Normaal gil ik niet zo als ik zo dicht tegen een meisje aanstaal. Alhoewel. Oeh, die voelde ik. Die voelde ik. Oeh, we gaan hoog. Ah. Maar goed dat ik mijn zonnebril op heb, want mijn maat is gesloten deze. Nou mensen, jullie hebben het allemaal gehoord, lui. Help dit gezin en stort allemaal doneer voor de familie Krook. En volg ze allemaal als ze over het kanaal gaan van Dover naar Calais. Ik stort zodat ik van dit ding af kan. Ik weet niet of het komt door de kou, maar dingen krimpen hier. We gaan weer naar beneden. Maar luister naar mijn hart, mijn Indisch. Dat was je op een vertel mij. Bye bye.